boek bij je. Ja. Ik heb het boek De Laatste Trein naar Vrijheid van Mack Wade Clayton. Een Amerikaanse die schrijft over een Amsterdamse vrouw. Dat ga ik snel uitleggen. Haar zoon kwam thuis, die was heel stil. Amerika hebben we het over. Die had gehoord van de kindertransporten van tante Truus, Truus Wijsmullen. Zij raakte zo geïntrigeerd door dit verhaal en is op zoek gegaan. Is begonnen met de memoires en heeft vervolgens een boek geschreven over de 10.000 kinderen die tante Truus gered heeft. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog. Ik denk, na alles wat we hebben gezien de afgelopen dagen, dit verhaal moet verteld worden, moet blijvend verteld worden. Die Truus Wijsmullen was een Amsterdamse vrouw. Die had een gigantisch netwerk en die haalde de eerste kinderen, de Joodse kinderen, al in 1938 uit Wenen. Zij had een afspraak met Eichmann, die later ter dood veroordeeld is in Jeruzalem. Een verschrikking. En hij daagde haar uit en zei, regel 600 Joodse kinderen en die mogen dan met de trein naar Engeland. Een onmogelijke opgave, maar Truus deed het. Mm-hmm. Die vrouw ging door roeien en ruiten. Er is geen betere uitdrukking dan deze. En die vrouw heeft mij echt zo gefascineerd. En ik denk, hoe kan het zo zijn dat we jaar in jaar uit naar Schindlers List kijken en niet weten wie Truus Wijsmuller is? Sinds ik weet van haar bestaan, ga ik af en toe naar het Bachpleintje in Amsterdam en kijk ik naar haar. Dat is een standbeeld, hè, van haar? Dat is een standbeeld. Ja. En dan word ik stil. Heel erg. En dat er een Amerikaanse schrijfster nodig is om dit boek te schrijven. Precies. Dat zou je zeggen, dat had een Nederlandse historicus moeten doen. Dat vind ik dus ook. En weet je, het is zo absurd en dat je af en toe denkt, dit kan niet waar zijn. Gistermiddag kreeg ik via de post van een oude mevrouw uit Delfzijl haar memoires. Dat ben ik gaan lezen, omdat ik het wilde checken. Het is echt, daar is ze. Tante Truus met haar hoed. Het was een karakter. Maar wat hebben wij veel aan haar te danken. Zullen we even kijken. Er is een documentaire over haar gemaakt, over Truus, in 2018. Door Pamela Steurhoff. Dan zien we de kinderen, inmiddels ook 90 jaar, die door haar gered zijn. Ja. En die spreken over tante Truus. Tante Truus, ja. Ja. Because she saved me, she saved the whole generation, two generations. She did not have her head in the cloud. It wasn't just ideas, but practical help. She saved our lives. She literally, we flirted with death. I realized the person who saved me twice, not once, but twice, was Mrs. Wijsmuller. It is the ultimate bravery. I would draw myself at her and thank her with all my heart. De laatste trein naar de vrijheid, Mack Wade Clayton. Dankjewel, Manda.